What's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem, natuurlijk de gamecommentator. En voilà, we zitten klaar voor de 8e aflevering van Bingo Power Stars. Wallonie-Brussel, de Nation Champs, de nationale kampioenschappen dus. De NK is ook wel afgekort, al is het officiële NK het Nederlands kampioenschap. Maar oké, dat hebben we dus gehad in de Tietema-mode aflevering van vorige week op mijn YouTube-kanaal. Geen titel voor Bas, dat is wel heel erg jammer. Ook Matthijs Paaskens geen kampioen geworden daar in Nederland. Wel een heel mooie ereplaats. En we gaan starten in Estland, want we hebben nog heel wat kansen om nationale titels te gaan verwezenlijken. En ik hoop dat ik mijn kunde alle eer ga aandoen in deze video. De tijdrit ga ik simuleren, voilà. De eerste simulatie in Estland is een feit. En Tanel Kangert is nationaal kampioen tegen de klok geworden. En Laukja, derde plek. Van onder te beginnen. Dat is wel zuur natuurlijk. Maar oké, hier gaat het hem om de wegkampioenschappen. Martin Laas, dat is de absolute grote topfavoriet in Estland. Hij kan goed over het vlak, hij kan heel goed sprinten, kan over heuvels. Dus ja, het wordt moeilijk voor Kangert en Taramei om hier vandaag iets te gaan bewerkstelligen tegenover Laas. En wat gaan wij moeten doen? Ja, dat moeten we bezien. Niet veel renners in ieder geval hier aan de start in Estland. Dus ook weinig controle, maar één groot blok zie ik ook. Voor de rest geen andere duo's of dergelijke. Dus dan kan je eigenlijk beter gaan aanvallen als je maar één renner hebt. Dus dat ga ik ook doen. Op de NK's is het eigenlijk altijd zo. Ofwel ga je aanvallen ofwel niet. Eén van de twee. En als je aanvalt is dat natuurlijk meteen in het begin. En dan is het gewoon ja, proberen, kijken wat de rest doet. En hopelijk rij je meteen weg. En dan blijf je meestal ook gewoon weg tot aan de finish. Wij gaan deze Kuritz volgen. Voilà. Lekker dat hij er vandoor gaat. Want hij behoort dus tot dat blok die hier in Estland talrijk vertegenwoordigd is. Lauk mee in het wiel. En is dit voldoende om voorop te blijven? We gaan meteen naar de minuut. Dat is heel mooi. Jawel. Ik vrees dat de controller niet zal komen. En voilà, dat gebeurt ook. Het gat loopt gestaag op. En we zitten in de laatste ronde. En Kuritz gaat toch nog proberen wegknallen. Hij wil er van af, ja. Hij weet dat Lauk snel is. Plus 2 dagvorm bij Kale Patrick. En hij heeft de sprint natuurlijk. We zitten in onze vormpiek. Ja, dat hadden we dus in die tijdrit niet. En is het genoeg om dit nationaal kampioenschap binnen te trekken? Onze eerste titel, komt hij uit Estland? Het zou wel eens goed gaan kunnen. Kuritz met nog een aanval. Nee, nu gaan wij. Laas in de achtergrond is ook aan het reageren. En wij gaan hier wat versnellen. Knikje omhoog. En kan Kuritz nog erover komen? Ja, klein risico om van zo ver te gaan met Lauk. Maar nee, kijk eens aan. Oeh, met de vingers in de neus. Met de vingers in de neus. KP Lauk is nationaal kampioen in Estland op de weg. Hoppa. Daar is de eerste al. Ja. Ja, zo makkelijk gaat het soms. En Kangert en Laas zijn hier echt wel nog een dueltje aan het uitvechten in de achtergrond. En Linus met de eerste persvraag. Wie gaat er volgens jou teleurstellen in La Vuelta? Of in de Vuelta? Ja, ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Goh. Ik zou Roglic durven zeggen, omdat ik denk dat hij hier niet klaar voor gaat zijn. Maar anderzijds zou het zomaar eens kunnen dat Roglic gewoon weer zijn titel verlengt. Ja. Dus Roglic is een risicootje, als ik die zou zeggen. Misschien moet ik dan eerder Evenepoel zeggen. De kans dat hij wederom een slechte dag heeft in die 3 weken. En dus eigenlijk teleurstelt voor de Belgen dan toch. Want de media, de Belgische media, denkt alweer dat Evenepoel de Vuelta gaat winnen. Trouw, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus dat is eigenlijk toch niet risicovol op Evenepoel zetten. Risicovol op Roglic. En voilà, Martin Laas, derde plek in dit nationaal kampioenschap. Ja, maakt de favoriete rol waar. Beide favorieten. Maar helaas, er zaten er nog 2 voor. En die hadden bijna 20 minuten voorsprong. En Jonas Kuritz zag sterretjes in de sprint tegen Kaal Patrick Lauk. Jawel, bingo, treft raak. Een goaltje gemaakt in Estland. Ja, stelt niet zoveel voor. Het is een klein kampioenschap. Het is niet zo moeilijk. Maar voilà, deze man gaat zijn shirt inruilen voor dit. S-kampioen. Mooi truitje, dat wel. Maar het zijn rare kleuren. Blijft een rare kleurencombinatie. Voilà, dan gaan we naar Stanislaw Anjolkowski. De enigste Pool in onze selectie van Bingo. En we gaan dus natuurlijk naar Polen. Waar ik ook momenteel dus bondscoach van ben in deze save. En het is toch meteen eens de kans om de Poolse renners te overschouwen. En op basis van dit Pools kampioenschap kan ik toch echt ook wel ergens mijn selecties gaan samenstellen. En Michał Kwiatkowski is de absolute topfavoriet voor deze tijdrit. Het is absoluut geen vlakke tijdrit.
Maika zou misschien ook nog kunnen, of toch de betere tijdrijder, zei je wel. Oeh, Kamil Gradek verrast, de man van Bahrein Victorious. Is een goede tijdrijder, dat wel, maar dat parcours was toch aan de zware kant, ook voor hem, dacht ik. Maar Gradek doet het toch. Kwiatkowski misschien toch niet een super doen. En een mooie negende plek daar voor Anjelkowski in die tijdrit. Dat is ook wel opmerkelijk. Staat erbij bij de topfavorieten, Anjelkowski. 1 ster voor Stani. Maar Kwiatkowski, Maika en Malecki, dat zijn natuurlijk de grote topfavorieten. En ook hier weer hetzelfde. Tactiek vooraf een beetje gaan bepalen. Ga je aanvallen of niet? De keuze is eigenlijk simpel, hè, in de NK's op Pro Cycling Manager. Ja, ofwel val je aan, ofwel niet. Voilà, zo simpel is het. En als je niet aanvalt, dan ga je natuurlijk jouw krachten sparen. Hè, zoals in iedere normale rit op Pro Cycling Manager. Maar we gaan toch weer meteen proberen meespringen. Maar net op tijd. Oké. We zijn mee. Stani is mee. En dan is het altijd uitkijken naar de controle. Hè. Welke ploegen komen er? Ja, het NK in Polen heeft wat meer renners aan de start. Dus het kan wel eens zijn dat hier wel controle gaat komen. Maar momenteel dus 4 renners meteen naar de vlucht van de dag. En hier gaan er toch nog een paar de oversteek proberen maken. En Gradek gaat ook mee. Hè. Gradek wil toch ook mee dingen naar de Poolse titel op de weg. En Boguslawski is ook mee. Voilà. Een van de targets voor Bingo. Die Boguslawski. En dan halverwege dit NK een valpartij. En Anjokowski ligt erbij, wel. Een valpartij in de kopgroep. Net voor deze klim, dat is een zure. Stani heeft al een min 1 dagvorm. Dat is ook niet lekker. Dus ze moeten plots achtervolgen. Op 6 renners daar. En ja, we moeten echt wel stevig uithalen. En het heeft wel krachten gekost. Maar na een rondje zijn we er toch terug bijgeraakt. Dat is mooi. En we gaan dan stilaan naar de finale. En Kwiatkowski lijkt toch nog even te willen tegenspartelen vanuit het peloton. De grote favorieten. Benedetti en Maletki in de reactie. En Rune Gaming, wie wint de TK tijdrijden? Goh ja, 2 topfavorieten denk ik. Hè? Sobrero en Koen. Denk een van die tweede gaat het halen. Het zou wel eens kunnen dat Stefan Koen voor de tweede keer is het zeker. Ja? Europees kampioen tegen de klok wordt. Alhoewel, ja, Sobrero heeft toch al een paar heel goede tijdritten ook neergezet dit seizoen. Dus het zou zeker ook naar de Italiaan kunnen gaan. En hier krijgen we dan de aanval. Op de laatste keer die stevige beklimming. Gradek met de reactie. Anjokowski nu ook. En de man die aanvalt, ja, zijn naam ga ik niet uitspreken. Ik ga er me niet aan wagen. Wat een lettercombinatie, man. Ah, ziekelijk gewoon. Ja, die Polen die kunnen er wel wat van met hun medeklinkers naar elkaar. Maar de rest komt ook wederom terug. Ja, het valt weer wat stil. En wat doet de ploeg van Banaschek? Want die ja, is toch ook wel een te duchte outsider voor de titel hier. Maar we gaan wel stilaan naar de laatste kilometers en wederom een versnelling. Wederom een versnelling. Gradek schiet mee. Ook Banaschek wederom. En wij moeten dan ook mee. Hè. Ja, die laat je echt niet rijden met Anjelkowski of je bent gezien. En wat nu? Ja, we gaan toch wel wat tempo maken met Stani. Hij is goed. Hij is zeker in orde. De dagvorm is wel wat tegenvalt, maar oké. We gaan die andere mannen die wat achterop geraakt zijn toch niet echt meer de kans geven om hier nog te gaan meedoen. Het is wel sprinten. Een sprintberg op, dat is wel minder. Kom aan Stani. Kom aan Stanislav Anjokowski komt hier nog over. Stani komt er nog over, jawel. We gaan Poolse kampioen worden. Bam, daar is de Poolse kampioen. Stanislav Anjokowski doet het alweer. Hij heeft het al nog eens gedaan, dus voilà. Daar is hij. Hoeg. Oh, damn. Ja, met die sprintberg op weet je toch nooit, hè. Oplopende stuk in PCM. Dan kan je echt wel met een goede sprinter ook gewoon volledig verkeerd timen. En alsnog niet die overwinning pakken. Maar we doen het. We doen het. Ozien wordt hier nog geklopt bij de groep der favorieten. Kwiatkowski is nog ingelopen, lijkt me. Maika niet gezien vandaag. Nee, heeft niets gedaan. Ook Botnar niet. Ook Sainok niet gezien. Malecki en Benedetti wel met even een reactie op Kwiatkowski. Maar deze Stanislav Anjelkowski vanuit de vlucht van de dag. Klopt die Norbert Banaschek en Kamil Gradek. Ja, oké. Okay. Lekker, lekker. Boguslawski is uiteindelijk vierde geworden. Ja, toch geen slechte renner, hè, die man. Ja, wie weet rijdt hij volgend jaar bij Bingo. En voilà, hier is het nieuwe plunje voor Stani. Voor de komende koersen. En natuurlijk ook voor volgend jaar tot en met de nationale kampioenschappen. Dan gaan we naar het BK.
Het is een Vervier Sopero Cycling Manager. In real life was het in Middelkerken. Ik heb dus ook gewoon het logo van Middelkerken wat gefotoshopt. Dessal, Blauwe, Molly, Merts, Dupont, Menten, Paco, Pijskens en Rex. Dat zijn de mannen voor de tijdrit. Maar ja, wie van hen gaat Van Aert, Evenepoel, Lampaert, Kampenaert, Sam Wilder kloppen? Dat is de vraag. Maar wie van die toppers gaat het uiteindelijk worden? Net geen 50 kilometer, heuvelachtig parcours en het is voor Van Aert, jawel. Wartje klopt de Quickstep Alpha Vinyl. Dat is ook duidelijk, want Evenepoel op 2, Van Wilder op 3, Lampaert op 4, Van Zevenhand zelfs ook nog op 5. Maar het is de man van Jumbo-Visma die hem pakt. Dupont is de beste Bingoler op 1.53. Mente is 23, stop iets meer dan 2 minuten. Ja, oké. Al bij al niet slecht, hè. En dan gaan we naar het wegkampioenschap. Met deze mannen twee wijzigingen. Dessal en Blauwe komen niet aan de start in de wegrit. Livens en Robeet wel. En de rest is gewoon hetzelfde of dezelfde ploeg die daar ook in die tijdrit aan de start kwam. En dit zijn de topfavorieten met Van Aert, Benoot en Evenepoel. Wel eens Van Stevenhand, Stijven, 2 sterren. Van Wilder, Merisse, Hermans en Van Avermaat. Zij hebben er 1 voor dit heuvelachtige kampioenschap in de buurt van Verviers. Ja, dat is gewoon een naam die ik er heb opgeplakt. Hè. Ik weet al niet meer van welk kampioenschap dit is. Het is ergens in Wallonië hoor, maar ik heb het gewoon BK in Verviers gemaakt. Ik dacht van, daar zit nog wat hoogteverschil. Is het misschien nog een beetje realistisch. Maar oké. Okay. Dagvormen. Molly plus 2. Ook Mente en Paco. Ja, oké. Okay. Dan moeten we toch meer richting Mente gaan kijken dan richting Livens. Want die heeft een min 1 vandaag. Ja, dat is zuur. Dat is zuur. Ik had een betere dagvorm verwacht of gehoopt toch bij Arjen Livens. Dan had het misschien nog kunnen. En Molly gaat er als eerste vandoor. Voilà, dat was ook de order voor deze rit of voor dit kampioenschap. Kenny Molly moest als eerste gaan aanvallen bij Bingle. En lijkt meteen ook een paar renners mee te krijgen. Waarom de keuze op Molly is gevallen? Ja, omdat hij dit soort werk wel kan. Is ook een goede aanvaller. En ik denk dat ze ook niet al te veel schrik gaan hebben van Kenny. Dus hij krijgt waarschijnlijk wel zijn vrijgeleide. En we krijgen nog een persvraag natuurlijk in dit Belgisch kampioenschap. Cor, zal Tietema nog langer als prof blijven koersen? Of is het toch maar een reclamestunt? Ja, het is natuurlijk deels een reclamestunt. Hè. Laat je daar ook niet van de wijs door brengen. Anderzijds, ja, Bas was wel ooit een beloftevol wielrenner. Dus ja, qua talent zit er zeker wel iets in Bas. Maar oké, het is er momenteel nog niet helemaal uitgekomen. Dat kunnen we ook wel stellen. Maar is het daarom al meteen noodzakelijk om dat contract na 1 jaar niet te verlengen? Ja, dat weet ik toch niet. Ze hebben toch wel veel publiciteit erdoor gekregen, Bingle. En op dit kanaal is er nog wat bijgekomen. Het zal niet veel zijn, maar zwart, maakt niet uit. We krijgen in ieder geval in de voorlaatste ronde wel een aanval van deze mannen. Het is de Gent die een aanvalletje plaatst, maar meteen de favorieten die reageren. Molly en Co zijn ondertussen wel al ingerekend en we hebben nog 22 man. In dit favoriete groepje, in het elite groepje op het elite kampioenschap van België. Hoppa, voilà. En een valpartij, een valpartij. Oh, het is Livens. Oh nee, fuck. Het is Arjen Livens tegen de vlakte. Ook Mauri ligt erbij. Ah, ze zure man. Voor de guy of the boy die toch nog mijn pro-cyclist mode heeft mogen invullen. Op PCM 21 was dat. En voor ons is het wel extra zuur natuurlijk, ja. Arjen Livens hadden we perfect kunnen gebruiken in die laatste ronde. Maar oké, okay, we hebben nog Paco, we hebben nog Mente en daar gaat Merisse. Vlak voor de laatste ronde. Vlak voor die klim ook zo meteen. We zitten eigenlijk in La Roche-en-Ardennes, maar oké, okay, ja, we zitten zo gezegd in Verviers, man. Ja, dat is toch de Photoshop-edit die ik heb gemaakt, dus het zal zo blijven. En nog eens doortrekken, het is wel eens. Met Van Aert meteen op het wiel. Evenepoel is mee en zijn ze weg met z'n drieën. Oh. De drie grote kleppers, de topfavorieten voor het nationaal kampioenschap. Zo lijkt het wel. Nog een reactie van Merisse, ook Stijven nu. Ook Benoot lijkt mee te schuiven. Ja, Paco, die is over en uit. Livens gaan we ook niet meer terugzien, dus Mente moet het alleen doen. Milan Mente geïsoleerd in de finale. Ah, kom aan man. Kom aan Milan. Bijten, jongen. Naar het wiel van Benoot. Ja, oké. Okay. We zijn mee. Oeh. We zijn mee en ook Van Aert en Co. worden hier terug ingerekend. Nog wat gedubbelden die het daar wat moeilijk maken qua overzicht. En dan is het Evenepoel.
Dan is het Evenepoel die doortrekt met wel eens en plots Van Aert in de defensie. Oh, plots moet Wartje het gaan rechttrekken. Wat kan Benoot nog gaan doen? Ja, die kan misschien nog iets, alhoewel. Die zit vrij aan blok, precies. Ja, Van Aert gaat het zelf moeten doen. Maar die kleine twijfel. Ik vrees dat dat Van Aert duur gaat komen te staan. Ook Stijven gaat het niet meer dicht krijgen. Nee, we gaan naar een tweestrijd tussen Welles en Evenepoel. Oh, dit is ook een verrassing. Niet de sterke Van Aert die hier Belgisch kampioen gaat worden. Want ook in Pro Cycling Manager is het zeker en vast de sterke Van Aert. Ja, hij komt er bijna bij. Hij komt er bijna bij. Wartje gaat het nog recht trekken. Alhoewel, zij gaan hier nu gaan sprinten. De sprint tussen Welles en Evenepoel. Welles gaat het halen. Of komt Remco er nog over? Het is Tim tegen Remco. Het is Welles lijkt me. Alhoewel, het is Evenepoel. Oh, het is Evenepoel. Evenepoel, Belgisch kampioen. En uiteindelijk Van Aert op plek 4. Want Stijven komt er daar nog voorbij gesprint. En Milan Mente naar een mooie 7e ereplek. Ja, oké. Ja, het is zo weer een beetje als op het Nederlands kampioenschap. Niet slecht. Heel mooie ereplek. Eigenlijk een vrij dichte ereplaats. Maar toch het gevoel van, ja, er zat misschien meer in. Er zat misschien meer in. Met de goede Livens hier in de finale had het inderdaad misschien ook nog meer speelbaar geweest voor ons. Maar Remco Evenepoel, hij is de nieuwe kampioen in België. En dan gaan we naar Luxemburg met de Wirtgenbroeders, met Luc en Tom. En wat kunnen zij verwezenlijken voor Bingo? Dat is de vraag tegen onder meer een Kevin Zinets, tegen Alex Kirsch. En we hebben natuurlijk ook Bob Jungels. Hè. Momenteel misschien wel de big guy in Luxemburg. En die tijdrit over toch 47,2 kilometer. We gaan deze zelf rijden. Ja, ik had gezegd dat ik de simulatie zou inknallen op alle tijdritten, maar ik was vergeten dat ik de Luxemburgse toch even zelf had gereden. Met de goede dagvorm kan er hier misschien soms een verrassing in zitten. Maar je ziet, ja, Luc Wirtgen heeft een goede dagvorm, een plus 1, maar het is vooral deze Tom. En die heeft dan geen goede dagvorm. Ja, dat is een zure. Want met Tom Wirtgen had het misschien nog kunnen. Heeft nog een deftige proloogstet en een semi-deftige tijdritstet. En ja, in Luxemburg kan het soms nog. Maar meestal, als Bob Jungels in orde is, wordt het heel moeilijk in dat tijdrijden. En we gaan ondertussen naar de finish met Luc Wirtgen. Hij gaat zeker niet nationaal kampioen tegen de klok worden in Luxemburg. Dat is ook duidelijk. Bam, dit is zijn eindschot. Tweede plaats momenteel. Maar hij zakt uiteindelijk wel nog weg, omdat de favorieten nog kwamen. En het is uiteindelijk Bob Jungels, jawel. Bob Jungels is de nieuwe kampioen in het tijdrijden in Luxemburg. En dan de wegrit, 141 kilometer. Met Zinets, Kirsch, met Jungels, de twee Wirtgens. Dan hebben we nog Kluckers, Paquet, Heiderscheid, Centrone. En dan hebben we nog Bettendorf, jawel, Loïc. Ja, het lijkt me toch vooral die eerste mannen gaan te worden, hè. Ja. Als je er toch één of twee moet tippen. Maar wij hebben wel twee Bingo'ers aan de start. Dus we zouden in principe kunnen controleren. Maar we kunnen ook gewoon aanvallen met één van de twee. En de andere wat als plan B eigenlijk gaan achterhouden. En ze gaan er wel meteen vandoor. Wenzel met de aanval. Het is Tom Wirtgen die hier een plus 1 dagvorm heeft. En Luc Wirtgen met een min 1. Luc is in principe wel de sterkere renner op het heuvelgebied. Dus ja, ik ga proberen aanvallen met Tom, denk ik. Dan kunnen we nog altijd in de finale spelen op Luc. Maar Tommeke met de aanval en toch een heel kleine reactie even. Ja, een kleine reactie. Ja, die twee mannen gaan er toch nog naar proberen toeknallen. En als je ziet dat de tijdsverschillen meteen toch stevig oplopen, lijkt er niet echt controle te komen in de groep der favorieten. En dat gebeurt uiteindelijk wel, maar misschien te laat. Misschien te laat. 4 minuten hebben we nog in de allerlaatste kilometers. We zitten in de laatste 5 nu. Dus ja, de groep der favorieten gaat te laat komen. We hebben niet al te veel werk verricht in deze kopgroep. Met Ries, met Kokkoman, met Wenzel. Gloesner zit er ook nog bij. Of Gloesner, hoe dat je het er ook moet uitspreken. Uri. En dan hebben we natuurlijk nog Tom Wirtgen. En die is niet traag, hè. Maar we gaan toch even hier versnellen. Een dalende lijn tot in de laatste kilometer zelfs. En zo hebben we toch wel wat voorsprong met Tom Wirtgen. Tom Wirtgen, nationaal kampioen in Luxemburg op de weg. Jawel, Tom gaat het afmaken. Hoppa, bam.
Daar is nummer 3 voor Bingle in de nationale kampioenschappen. Daar is nummer 3. En ja, oké. Okay. Nationaal kampioenschap van Luxemburg. Ook dit heb ik al best veel verreden. Als het op dit parcours is, wat bijna altijd zo is, ja, is het toch wel een kampioenschap die je ook zelfs met een topfavoriet kan winnen. Dus ik heb het al meermaals gewonnen. Een beetje analoog aan dat nationaal kampioenschap van Estland is het zeker. Ja. In ieder geval, hier gaan ze nog even sprinten. Luc Wiertgen heeft niet echt een sprint, maar oké, okay, het is niet meer nodig, Luc. Hij was plan B. En we hebben het niet nodig gehad. En dat is eigenlijk goed gekomen met plan A, want we hebben gewonnen. Voilà, voilà. Daar is Tommeke. Hij is de nieuwe kampioen van Luxemburg. Kokkelman uiteindelijk tweede. Wenzel op 3. Dan Ries en Uri. En uiteindelijk vinden we daar Kevin Gignets op plek 7. Als de eerste topfavoriet. Maar oké, okay, oké. Okay. Een van de twee is nationaal kampioen geworden. Dat was de bedoeling. Het is Tom Wiertgen geworden. Goed gedaan, Tom. En dan gaan we naar de volgende kampioenschappen. En we trekken nu naar Italië. We trekken naar Italië en dat is ook al het laatste, denk ik. Ja? Want het Frans kampioenschap gaan we niet krijgen in deze video. Want Romain Seigle ligt in de lappenmand. Dus ja, onze enigste Fransman. En als hij het nationaal kampioenschap niet kan verrijden, ja, dan gaan we hem dus ook niet aan het werk zien. We zagen in de tijdrit, of we zitten in de tijdrit en we zien dat Ineos er niet bij is. Nee, waar is Ganna? Zou hij misschien ook geblesseerd zijn? Het zou kunnen. Dus geen Ganna in de tijdrit. Moscon wel. Fellini ook. Formolo. Sobrero mis ik ook precies meteen. Ja, straf. Maar oké, okay. We gaan simuleren. 40,5 kilometer. Ja, geen idee waarom dat Sobrero er ook niet bij is. Maar oké, okay, het is Moscon geworden. Voilà, het is Moscon geworden voor Formolo. Boaro is uiteindelijk derde. Ulissi op 4 en dan Cataldo. Ja, toch precies een paar ploegen die niet aan de start staan. Bizar, maar oké. Okay. Viviani uiteindelijk 99ste. Tizza was de betere tijdrijder en hij zit ook in zijn vormpiek, Tizza. Jawel. Marco Tizza, 270 kilometer in Firenze is het wegkampioenschap. Formolo, Covi, Ciccone, Moscon, Fortunato, Ulissi, Albanese, Fellini, Battistella en Brambilla. Ja, oké. Okay. Gianluca misschien op zijn oude dag nog eens. En Fortunato en Moscon in het magazine. En wat gaat Tizza zijn dagvorm zijn? Ja, we zitten in die vormpiek. Plus 5 kan niet, want ja, daar staan we niet op ingesteld. De instellingen staan maar op maximum plus 3 dagvorm. En we hebben een plus 3. Ah, oké, okay. Tizza heeft een heel goede dag. Ook Viviani met een plus 2. Maar het parcours is te zwaar voor Attilio, dat is ook een feit. Die gaat gewoon knechten. Ja, vandaag ga ik niet aanvallen. 174 renners. Heel wat teams vertegenwoordigd, heel wat sterke blokken zoals UAE bijvoorbeeld. Ook Astana heeft wel een paar stevige Italianen in de ploeg zitten. Dus geen aanval, we gaan kracht sparen. En straks in die finale proberen knallen met die plus 3 van Tizza. Ja, ik hoop dat het gaat lukken. In dit kampioenschap kan ik me bewijzen als een PCM-speler die inderdaad gespecialiseerd is in de nationale kampioenschappen. Maar oké, okay, daarvoor moet je al winnen. Dat gaat ja, bijzonder moeilijk worden, vrees ik. Maar oké, okay, we gaan het proberen. Viviani met de valpartij hier halverwege het kampioenschap. En dat kost hem de aansluiting met de groep der favorieten. En hij gaat ook niet meer terugkomen, nee. En in de voorlaatste ronde krijgen we hier al meteen aanvallen. Maxime met nog een persvraag. Wat vind je van de overstap van Tim Wellens naar UAE en van Dylan Teuns naar Bike Exchange? Ja, Teuns is inderdaad dus naar Israel Nation. Ja, van Teuns naar Israel Nation vind ik een rare stap. Gaat daar waarschijnlijk de ultieme kopman worden? Of naast Woods de mede-ultieme kopman? Maar voor de rest, ja, rare keuze vind ik het. En anderzijds, ja, Wellens naar UAE. Dat was ergens al geweten dat dat ging gebeuren. En hier krijgen we de aanval van Ciccone. Wij zitten even al blok met Tizza, dus we kunnen niet mee. En UAE moet nu het gat gaan dichten met Covi. Nog 14 renners nu in de achtervolging op Ciccone. En in de laatste ronde worden dat er 11. We gaan zelfs naar 10 op het allerlaatste stuk van die beklimming in Firenze. En nu komt de aanval van Ciccone. Maar ik had misschien beter op het wiel moeten zitten met de counterattack. Maar we geraken er nog naartoe. Kom aan Tizza. Ja, we zijn mee. Oh, we zijn mee mannen. Ciccone en Tizza. Kijk eens aan.
Oh, Marco gaat toch geen nationaal kampioen worden? Oh, dit zou wel crazy zijn. In real life heeft hij ook wel heel goed gepresteerd in dat kampioenschap in Italië. En Kofi moet het nu gaan doen. Ja, Kofi moet het nu gaan doen. Rij maar, Ciccone. Rij de Giulio. Kom aan, man. Maar zorg wel dat we mee kunnen. Oh, die gele balk, ja, is toch wel wat terug aan het herstellen. En Ciccone gaat stevig door, hoor. Wow. Hier ligt wel nog een Fermi knik ook. Ja, als Ciccone ons hier eraf krijgt, dan zijn we wel gezien. Dan is het over en uit, maar dat is natuurlijk onze kunst om dat niet te laten gebeuren. Kom aan, Tizza. Kom aan, Marco. Naar het wiel van Giulio. Naar het wiel van Ciccone. Het is gelukt. We zitten in het wiel. We hebben een 71 sprintstijd. Ciccone heeft dat niet. Oh. Oh, damn. Dit is wel een zenuwslopende finale. 22 seconden, 25 nu. We gaan sprinten om de zege in Italië. Nu gaat Ciccone. Ah, Tizza kan niet volgen. Kom aan, Marco. Kom aan, Marco. Tizza komt eraan. Oh, we zijn nationaal kampioen met Marco Tizza. Hoppa, hoppa. Daar is Ciccone gezien. Ciccone verslagen. Oh, oh, damn. Lekker, man. Marco Tizza. Hoppa, hoppa. Bam, binnen. Kofi op 3 uiteindelijk. Maar damn, wat was dit een zenuwslopende laatste ronde, man. Ze hebben er ons niet afgekregen. Op de juiste momenten gereageerd op Ciccone. Eigenlijk 2 keer perfect gereageerd met de inspanning. Niet meteen de counterattack, daardoor toch wel wat krachten kunnen sparen. En voilà, daar is het nieuwe truitje. Italiaans kampioen, bingo. Jawel, Marco Tizza. We zagen dus dat Van der Poel in de Tietemanmode Nederlands kampioen werd. Cavendish heeft gewonnen in Engeland. De Maar is de nieuwe Franse kampioen. Asgreen de nieuwe kampioen in Denemarken. Juan Pedro Lopez in Spanje. Evenepoel zagen we dus in België. En in Duitsland is het Max Walscheid geworden. Ja, hij is de nieuwe Duitse kampioen. En dan gaan we nog eens kijken naar de andere kampioenen. Toch van de meest frequente of de prominente landen met Jay Hindley in Australië. Colombia was voor Daniel Martinez. Zuid-Afrika voor Stefan de Bot. Dan hebben we nog Narvaez in Ecuador. Jawel, geen Carapaz daar te zien. Dan hebben we Sepulveda in Argentinië. Hebben we nog een interessant land. Jawel, Abador voor de zoveelste keer in Costa Rica. Dan hebben we nog ook Finland. Ja, Nederland hebben we dus gezien. Hongarije. Nee, geen Valter. Wel, Peak. Ja, oké. Okay. Verrassend. Lutsenko in Kazachstan. Is ook niet echt een verrassing. In Israël hebben we Tene. Dan hebben we Hirschi in Zwitserland. Ja, oké. Okay. Ook een mooie kampioen. Denemarken hadden we al gezien. Paulus in Amerika. Vlasov in Rusland. Almeida in Portugal. Polen hebben we gezien. Barta, de nieuwe Tsjechische kampioen. Ponomar is de nieuwe kampioen in Oekraïne, maar eigenlijk volgt hij zichzelf op. Dan hebben we nog Ierland met Dunbar, de man van Ineos. Rumak, wederom kampioen geworden in Kroatië. Yemane is de nieuwe kampioen in Eritrea. Ja, geen Girmay. Is toch ook wel wat een verrassing. Aular in Venezuela. Mohoric, kampioen van Slovenië. Geen Pogacar, geen Roglic, maar wederom Mohoric. Lipens is de nieuwe kampioen in Litouwen. Ja, Peter Sagan, gewonnen in Slowakije. Dat is ook niet zo'n verrassing natuurlijk. Ja, en dan hebben we toch wel wat de grootste Europese landen gehad, neem ik aan. Dit zijn allemaal wat Aziatische, Afrikaanse landen. Ja, Estland hebben we gezien. Eriksen in Zweden. Dan hebben we nog hier Wit-Rusland met Ryabushenko. En dan hebben we denk ik zowat alles gehad. Hè. Geen idee of dat hier bij die laatste landen nog iets deftig interessant zit. Eigenlijk niet. Dus voilà. Het hoofdgerecht zit erop. Dat waren de nationale kampioenschappen. We kunnen naar het toetje. Het dessert wel. Met Laurens Rex, Marco Tizza, Kyle Patrick Lauk. De 2 nieuwe nationale kampioenen dus binnen bingo. We hebben er meer gekregen, maar oké. Het zijn die 2 die hier wel aan de start komen in de Etias Tour de Wallonie. Johan Meins is er ook bij. Ook Louis Blauwe, Milan Mente, de kopman. Alhoewel, misschien Tizza ook. En Dimitri Pijskens is er ook nog bij. En ja, toch niet een al te makkelijke ronde. Hè. Het is ook een 2HC-koers. Dus de concurrentie zal ook niet van de poes zijn. En voilà, dit zijn ze. Met Christophe Laporte, Binyam Girmay, Mike Teunissen. De Lee is er ook bij van Asbroek, De Klein.
Van Tricht, Lampaard, De Bont en Ricard. Ja, die laatste twee zullen misschien niet de grote concurrenten zijn voor de eindzege, maar wel voor de eerste dagzege. Voilà, Dottigny, daar gaan we naartoe. Onze trein zit in ieder geval op de rails met Pijskens. Dan moet Lauk gaan komen. Onze Estse kampioen, kersverse Estse kampioen. Dan is het aan Rex en dan Milan Mente. Ja, geen bouwtrein, maar oké. Okay. Die mannen van Quickstep gaan wel fameus vandoor. En kunnen wij nu nog terugkomen? Ah, Lauk is te sterk. Kijk eens aan. Maar Rex komt nu met Menten. Rex komt nu met Menten. Kan Menten dit gaan afmaken? Nee, we vallen wel wat stil. We vallen wat stil. En dan alsnog Laporte en Teunissen. Voilà, 1-2 Jumbo-Visma. De bijste tijdelijk naar 3. Niet De Lee. Die gaat hier achter Menten finishen. En wij zijn 8e met Milan. Ja, geen super resultaat, nee. De vorm is momenteel ook niet wauw bij onze mannen. En rit 2 werd gewonnen door Tischke. Jawel, Benoot heeft de tweede rit gepakt in deze ronde van Wallonië. Dus 2-2 momenteel voor Jumbo-Visma. En wat kunnen wij op dag 3 gaan doen? We gaan in ieder geval wederom sprinten voor de punten. De seconde eigenlijk met Tizza. En onze Italiaanse kampioen is momenteel goed bezig in deze ronde om hier en daar wat seconden weg te pikken. Voilà, in deze rit alweer. En dat blijft ons toch voorin in het klassement houden. Robben van de Putten, denk je dat Alaphilippe nog in topvorm gaat geraken tot de 2K? Ja, met de La Vuelta zou dat in principe wel moeten lukken, denk ik. Hij heeft het vorig jaar ook eigenlijk zo wel wat geflikt, hè, door en niet al te super seizoen te rijden, maar wel echt klaar te zijn daar op het einde. En zo wederom wereldkampioen te worden. En gaat Tizza dit hier raden? Nu moet Mente komen. Ah, Mente tegen Girmay. Mente tegen Girmay. Ah, we vallen stil. Het was net iets te vroeg. Die knik naar beneden. En we gaan niet winnen in Verviers. Waar het BK doorging. Ah, ik blijf het toch volhouden dat het Verviers is. Voilà. Maar oké. Okay. Ereplaats met Mente. Ja, er zat wel meer in vandaag. Op die aankomst. Ah. Meestal maak ik dit soort aankomsten af, maar oké. Okay. Girmay pakte dus de derde rit. De vierde rit ging uiteindelijk naar Arvid de Klein. Wij konden meesprinten met Tizza naar plek 6. Mente was uiteindelijk weer om. Goed voor een top 20 notering in de daguitslag. Wel een tijdsverschil. En wij schuiven wel op met Tizza na deze rit. We gaan naar plek 3 op 5 seconden van Laporte. Girmay staat er nog tussen. Johannessen staat daar ook nog in die top 5. Dus ja. En dan is het kijken naar vandaag. Tussensprinten zijn uberbelangrijk. We controleren de koers plat. En Tizza gaat deze tweede tussensprint pakken. We staan 5 seconden achter op Laporte. Hè. We moeten er nog eentje winnen. Dus we controleren wederom ziek tot deze tussensprint. En dan gaat Tizza alweer als een duivel uit een doosje. Bam! Schiet weg en we pakken virtueel de leiding. We pakken virtueel de leiding. Als Laporte of Girmay niet wint, gaan wij deze Etias Tour de Wallonie pakken. Ja, dat is toch wel nog een verrassing in deze laatste rit. Puur op bonies. Ja. En Mente moet nu nog komen in deze sprint. Ja, het is wat oplopend. Mente gaat hem niet pakken. Het is De Lee die hem gaat halen. Alhoewel, Van Asbroek. Ja, het is toch De Lee. De Lee pakt hem voor Tom Van Asbroek. Dan Van Tricht. Arvid de Klein zien we daar ook wederom met een topnotering. Plek 4. Plek 5 voor Milan Mente, ook in het algemeen klassement. Maar we winnen de Etias Tour de Wallonie met Marco Tizza. Ja, wat zit hij in een geweldige periode. Nationaal kampioen. En nu ook deze ronde gewonnen. De Lee is de beste sprinter in Wallonië. In zijn Wallonië. En Binyam Girmay Bini is de beste jongere. Maar wow, Marco Tizza. 2 ritzegens, 2 overwinningen in heel korte tijd. Voilà. Nationaal kampioen in Italië en gewoon puur door de regelmaat gewonnen in de Tour de Wallonie. Vooral door de bonies, ja, oké. Okay. Het is ook een manier om een 2HC-koers met een kleinere ploeg te winnen, hè. Voilà. Waarom niet? Het is een lelijke manier, dat geef ik gerust toe. Maar ja, ze telt en de punten tellen ook, dus dat is altijd mooi meegenomen. En de Tour is ondertussen ook afgewerkt. Tadej Pogacar heeft hem gewonnen voor de mannen van DSM. Bardet en Arendsman. Van der Poel pakten de berg en de groene trui. Hetgeen wat Van Aert bijna in real life had gedaan, gebeurt hier gewoon door simulatie op Pro Cycling Manager. Maar wel door MVDP, jawel. Matje pakte dubbel. En ook Pogacar pakte eigenlijk de dubbel, want hij werd ook de beste jongere.
Ganna won de eerste tijdrit. Van Aert won op dag 2. Ewan was de beste op dag 3. Dag 4 voor Merlier. Dag 5 werd gewonnen in Roubaix door Pidcock. Ja, voor Van der Poel. Gaudu was de winnaar in Longwy. Dan hadden we de eerste bergrit naar La Superplonge Belfie. Primoz Roglic won daar nog. Schachman ook met een rit zegen. Ja, Sagan. Oké, dit is een stevige. Ja, Pogacar met zijn eerste rit zegen dan op dag 10. Dan hadden we nog de Granon, waar ook Pogacar wist te winnen. 2-2 daar. Ja, goeie tweedaagse voor Tadej. Van der Poel won op Alpe d'Huez. Oh, damn. Vanuit de vlucht van de dag voor Cavagna en Gesbert. Oké. Het zou nog een heerlijke zijn om ook in real life te gebeuren. De Hollanders komen zot op Alpe d'Huez. Van der Poel die daar naar een overwinning knalt. Het zou heerlijk zijn, maar het zal in real life denk ik nooit gebeuren. Philipsen op dag 14. Dag 15 was er, of rit 15, ja, qua dagen verschilt dat wat. Van Aert dan Pogacar nog eens. Bardet wist ook een rit te pakken. Wederom Pogacar, vierde rit zegen, denk ik, als ik goed aan het tellen ben. Een verdwaalde losse flodder van Bennett die ook nog graag trof. Dan hadden we nog in de tijdrit Asgreen. En dan het legendarische duel op de Champs-Élysées met Van Aert en Van der Poel. En Wout wist het te winnen. Jawel, jawel. Zoals in real life. Heeft daar al gewonnen. Dus kan perfect. Werd ook zevende in deze Tour de France. Pogacar won voor Bardet, Arensman, Gaudu, Carty, Almeida. Yates werd uiteindelijk achtste. Vlasov op negen. En dan Hildley was uiteindelijk tiende. En voilà, onze sponsor. Die moeten we ook verleggen. We hebben super gepresteerd. Bingo, Wallonie, Bruxelles, Powersaus moet er eigenlijk nog tussen. Wil graag verder met mij en de renners. Dat is heel leuk. Wij willen heel graag verder ook met hun. We zijn niet geïnteresseerd in die andere vreemde sponsors die daarbij staan. En we gaan dus het budget bijzonder stevig opkrikken door deze prestaties. We deden beter in de omloop in Kuurne. We wonnen zelfs in Kuurne, ja. We deden ook beter in Le Samin en Nokere Koersen. Dan ben ik wat aan het dutsen met die filters. Ja, gewoon op datum filteren, hè. Voilà. D3 was ook beter dan verwacht. Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Ja, daar waren we goed, maar niet top. Scheldeprijs, Brabantse pijl beter. Brussel Cyclassics Classics niet verreden. En ja, die ritzegens zijn gewoon niet gelukt, mannen. Geen ritzegen kunnen pakken in de Balwaze Belgium Tour en ook niet in de Etias Tour de Wallonie. Dat is toch wel een kleine verrassing. En die andere twee wedstrijden, ja, die waren goed. Die waren binnen de verwachtingen. Of net erbuiten of net erbinnen. Maar we gaan wel dus naar de hoogste ratio. Dat is heerlijk, hè, man. Hoppa. Qua financieel moeten we ons dus geen zorgen maken in de transferperiode. Maar oké, je zit gebonden aan die transferpunten. En helaas zijn die altijd een pak hoger voor een pro-continentale ploeg of een continentale ploeg. Dus de absolute grote kleppers, daar gaan we niet moeten naar kijken. Maar natuurlijk gaan we volgende week in de transferaflevering, want die komt er volgende week aan op mijn YouTube-kanaal, proberen een paar bijzonder stevige transfers te gaan verrichten. Zodat we in het tweede seizoen zeker promoveren naar de World Tour. Maar misschien krijgen we volgende week al een duidelijker beeld. Of dat we dit seizoen al naar de World Tour kunnen promoveren. We zullen het zien natuurlijk. In ieder geval, jullie zijn alweer bedankt om te kijken. Abonneer nog zeker, want we zitten heel dicht bij een mijlpaal op YouTube. 2,5k subs. En ik ga in ieder geval volgende week weer wat content gaan creëren en online knallen. In ieder geval, tot dan hoop ik. En ik wens jullie nog een heel fijn en leuk weekend. Tot de volgende en bye bye.